Beroepshagenees Henk Bres heeft genoeg handtekeningen verzameld om een debat over pedofiele vereniging Martijn op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. Voor zijn burgerinitiatief verzamelde hij in 15 dagen tijd 42.000 handtekeningen. Eind augustus wil hij de handtekeningen aanbieden aan premier Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders. De Consumentenbond wil via de rechter geld terugkrijgen voor gedupeerden van het Royal Beach Concert. Of die organisatie geld genoeg heeft om iedereen schadeloos te stellen, weet de bond niet. Royal Beach zegt nog steeds naar een nieuwe datum te zoeken en wil geen rechtszaak. Organisator Bob Reigen beschuldigt de Consumentenbond ervan de situatie te gebruiken voor haar eigen marketing. ADO Den Haag laat nog eens 500 Europa League shirts produceren. Van de limited editie van dit speciale shirt werden in eerste instantie 500 exemplaren gemaakt, maar die waren binnen een dag uitverkocht. Vanaf half augustus zijn de shirts in Nederland, maar op welke datum ze precies te koop zijn is nog niet bekend.